Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Kalijn Tikkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel mooi bloemstuk maken voor Pasen of voorjaar. Maar in ieder geval, we gaan die kant weer een beetje op, dus daar heb ik heel veel zin in. Heb jij er ook zin in, doe dan vast een duimpje omhoog. Het abonneren op het kanaal is helemaal gratis en blijf de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Aan de slag met een ei. Het zijn nu nog twee delen, maar we gaan het als één maken. En de Oasis Biolid schaal, de bioversie weer. En ik heb hem al even vol laten zuigen met water. Dus ik kreeg heel veel vragen van hoe je dat nou moet doen. Moet je het eruit halen? Je hoeft het er niet uit te halen. Je kan hem gewoon in het water leggen. Ik laat het eventjes zien. En dan kan je het gebruiken. Want heel veel mensen zijn bang dat dit dan kapot gaat. Gaat niet kapot, is ervoor gemaakt. Dus je kan dat prima zo gebruiken. Allereerst zetten we de Tempex eieren aan elkaar. En dan gaan we hem snijden, want we willen er een bloemstuk in. En dat doe ik met een scherp mesje. De mesjes zijn weer aangevuld in onze webshop. Ze kosten bijna niks, maar ze zijn echt, ja, het is handig als je echt gewoon een goed scherp mesje hebt. En ik gebruik dus altijd deze van Oasis. Wat we dan gaan doen is, we maken het mesje even warm. Want daarmee glij je echt door het Tempex. En ja, dan krijg je niet dat... Ja, anders krijg je allemaal van die kleine stukjes. En dan glij je er echt gewoon mooi doorheen. Dus dan heb je hem veel netter afgewerkt. Dus dat gaan we even doen. Ik leg het dus eerst eventjes aan elkaar. Ik gebruik hiervoor warme lijm. Let op dat je daarvoor een goed lijmpistool gebruikt. Want als je het weer te warm hebt... Dan smelt het Tempex. Je kan ook koud lijm van Oasis gebruiken. Maar dit gaat zo prima. En die zet ik dan in elkaar. En dit vind ik gelijk al helemaal leuk. Ik had zoveel zin om hiermee aan de slag te gaan. En daarna ga ik de bovenkant afsnijden. Ik maak even het mesje warm. Je kan het gewoon met de aansteker doen. En dan kan je de bovenkant eraf snijden. Zoals je kan zien hebben we hem dan helemaal mooi. En wat we dan gaan doen is, we beginnen met het touw. Ik heb hier een mooi dik touw. En we beginnen bovenop en ik gebruik warme lijm, maar je kan ook de lijmtubes gebruiken. Die staan ook in de webshop. Ik doe ook de binnenkant. Op de bovenzijde eigenlijk.
Zo, als we dat klaar hebben, dan kan je de Oasis Biolid schaal erin bevestigen. Ik heb nou trouwens het ei op een pin gezet. Die hebben veel mensen al bij een DIY pakket gekregen. Dus je kan hem met of zonder pin bestellen. Je kan hem eventueel ook op een mooie schaal leggen. Dat is ook heel erg leuk. Dus dat kan je zelf bepalen. Dan doen we de Oasis Biolid schaal erin. En die moet je een klein beetje aanduwen. De papiermaché kan je best iets induwen. Waardoor hij er echt mooi in valt. Begin met een basis van eucalyptusgroen. En ik snij natuurlijk alles goed schuin aan. Dat is altijd erg belangrijk. Kan je altijd mooi splitsen. Je hoeft eigenlijk alleen maar de buitenzijde, want straks komt deze er bovenop. Dus dan valt natuurlijk een deel van de binnenkant weg. Dus het is echt belangrijk dat je een beetje naar buiten steekt en dat je je rand meeneemt. Ik maak met een paar bloemen eventjes een basis in het stuk. En dan bevestig ik het ei erop en dat doe ik als volgt. Je prikt er een satéprikken in en ik bevestig een beetje extra lijm voor stevigheid en dan kan je hem erop zetten en dan kan je hem gewoon in het steekschuim steken, want dan kan je ook mooi kijken waar de rest van de bloemen mooi tot z'n recht komen. Kijk, en dan wil ik toch het ei eventjes anders neerzetten, want ik wou eerst een pin gebruiken, maar in het werken merk ik toch dat het eigenlijk niet nodig is, want wat ik eigenlijk nog mooier vind is om eventjes weer met het jute touw wat je over hebt, maak je een cirkel. En dan kan je eventueel nog even weer wat lijm erop doen. Zodat hij daar mooi opvalt. Je kan hem eventueel ook gewoon op een schaal leggen, dat je hem daarmee vastzet. Maar op deze manier werk je met dezelfde materialen. En dan heb je hem gelijk mooi staan. En dan vul je hem verder op met bloemen. Ik gebruik mooie pastelkleuren, want er is veel om gevraagd. En zo kan je ook goed zien hoe de bloemen tot zijn recht komen. Je snijdt de bloemen altijd even goed schuin aan. Dat is altijd heel belangrijk. Dit is toch echt geweldig. Op het laatst sprayen we hem natuurlijk nog even in met de finishing touch spray. Zoals ik eigenlijk altijd doe met de bloemstukken. En dan hebben we echt een plaatje van een bloemstuk. Kijk hoe leuk. Het leuke is dat je elk jaar kan je het ei eigenlijk weer gebruiken. Je kan hem op allerlei plekken neerzetten, neerleggen. Je hebt er heel mooi lang plezier van. Ik denk ook dat hij heel mooi indroogt met deze materialen. Dus daar kan je er extra lang van genieten. Ja, en echt Pasen. Je kan dus heel makkelijk met een stukje touw eventjes een rondje maken waardoor hij erop blijft staan. Dus dan ben je geen pin of iets nodig. Ik dacht eerst dat het handiger zou zijn, maar eigenlijk is het veel mooier om het in het natuurlijke te houden. Dus dat doen we ook vandaag. Wil je dit nou zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder een kopje cursuspakketten. Nu in de pasteltinten opgemaakt, maar je kan natuurlijk elke kleur gebruiken. Ja, en mooi lekker lang houdbaar voor de paarse. Goed, wil je bedanken voor het kijken en zien we bij de volgende keer weer. Doei!